We kijken naar het NIBUD en het NIBUD is een onafhankelijke stichting en dat wil zeggen dat ze geen winst willen maken en dat ze er zijn om mensen te helpen. Onafhankelijke stichting, onafhankelijke stichting. En dat wil zeggen mensen helpen. Ze willen geen winst maken. Geen winst en ze zijn er. Nou ja, ik zal het zo vertellen. Het NIBUD staat voor Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. En dat wil zeggen dat ze mensen advies geven over geldzaken. Advies over geldzaken. En dat is in de ruimste zin van het woord. Aantal items. Ze geven bijvoorbeeld informatie over hoe je moet rondkomen. Vooral voor mensen met een laag inkomen van belang. Want nou ja, als je niet zoveel geld hebt, dan is het lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze geven informatie over geldzaken. Ze doen onderzoek naar de uitgaven van mensen. Onderzoek. Ze geven voorlichting. Waar je bijvoorbeeld op moet letten. En ze geven ook adviezen. Advies en dan natuurlijk op financieel gebied. Nou, als ik dit allemaal zo bekijk, dan kun je denken aan bijvoorbeeld advies over zakgeld. Bijvoorbeeld ouders die willen weten wat gangbaar is. En dat geldt ook voor kleedgeld. Kostgeld. Als je bijvoorbeeld ouder bent, dan moet je misschien geld aan je ouders gaan betalen, omdat je thuis ook heel veel voordelen hebt. En het allerbelangrijkste is, het NIBUD leert mensen budgetteren. En dat is dus eigenlijk hoe je een budget moet maken, oftewel een begroting maken. Een begroting maken. Als je weet hoe je een begroting moet maken, dan heb je dus ook goed inzicht in je inkomsten en uitgaven en dan kom je niet snel voor verrassingen te staan. Nou, het NIBUD is een onafhankelijke stichting. Die willen geen winst maken, maar mensen helpen met geldzaken. Met geldzaken. En de naam NIBUD, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, daar komt de naam vandaan. Ze geven advies over geldzaken, hoe je moet rondkomen. Nou, hier staat nog een keer geldzaken. Onderzoek, voorlichting en advies. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan advies aan ouders wat voor zakgeld ze moeten geven. Of beter gezegd hoeveel. Kleedgeld, eventueel kostgeld. En het allerbelangrijkste is dat het NIBUD mensen uitlegt hoe ze een begroting moeten maken. En dan kijk je dus naar je inkomsten en uitgaven. En dat noemen we budgetteren.